Geld maakt niet gelukkig, Frits. Frankie Lustert, ga je die leven al veel stoemetaarden verteld. Maar deze is echt het allerachterlijkste dat er ooit uit oude bibbel is gekomen. Wat gaan we dat doen met dat geld? We moeten een plan bedenken. En kalm blijven. U had bij ons een dame besteld. Zullen we eerst even de financiën regelen? Mooi, mooi. De firma dankt u. Die kofferbak is leeg, man! Het zijn die rare Belgen geweest. Welke rare Belgen? Dat hele land hier loopt vol met rare Belgen. Stom kalf! Als jij de manalen hebben uitgegeven, dan kunnen ze ons al niet meer terug afpakken. Wie kan er ons geld komen afpakken? Er is een gele sporttas van ons verdwenen. Godverdomme die tas, man! Bas Willy, politie. Je bent ook zo in. Die juffrouw die je daar had laten afkomen. We hadden ervoor gespaard. Allee, ga. Oh, waarom ga je ja, er moet iemand eerst van, hè, Frankie? Wat gebeurt er? Dat is mijn verloofde. Oh. Nou, wij denken zelfs aan kinderen. Dat is ook sma. Ik ben een vriendin van Frits. Onze Frits zit daar. Van Frankie, bedoel ik. Van weet je nog dat ik met die pen hier op uw kop heb geklopt? Ja, welk had een vuilwaarder moeten kloppen? Daar heb ik naar spaard van, zeg. Dat kun je niet geloven. Nee, doe mijn schoen vast. Nee, niet doen. Terug naar Ollalaat. We torden van een gat maken. Wat normaal, man. Van een gat maken, dat zeggen ze niet in Ollalaat nu. Dan, we moeten Wiles altijd oppassen. Om de gulden van een verkleed bal? Gaat je verstaan van modetaat, Jos. Eigenlijk zijn die niet het naas. Nee, dat zeggen ze niet, Frankie. Een niet het konijn en een bang een naas. Een naas kan dat niet iets zijn, of wat? Een naas kan alleen maar bang zijn. Ik heb dat niet uitgevangen, hè? Nee, maar je wilt er ook niks aan veranderen. Nee, maar ik vind het gewoon zo.